Echte gentlemen, beginnen we met de dames. 21 vrouwen doken het slijkerige veld in. Bergop, bergaf. Een super zwaar parcours voor de dames. Zeker na de regen van vannacht en vanmorgen. Een van de moeilijkste afdalingen van het parcours is dit. De dames zijn er erg voorzichtig en iedereen komt er toch goed door. Althans, bijna iedereen. Drie vrouwen domineren de cross. Veerle Ingels, de Nederlandse Hormes Ravenstein en ook onze nationale kampioene Hilde Quintens. Quintens is in de slotfase ook de beste. Ze heeft de meeste krachten. Ze rijdt weg van Veerle Ingels en van Reza Hormes Ravenstein. Die komt er nu aan. Vier ronden moesten de dames afleggen, de helft ongeveer van de elite. En de beste was Hilde Quintens. Niet meteen een jong talent, want Hilde is al 42. Over naar de juniors, waar Vincent Bastaans uitpakt met een verschroeiende start. Hij rijdt blijkbaar graag alleen door de blubber. Daar komt het grote pak met de andere favorieten. Adams, Verboven, noem maar op. De leidende tussenstand voor de superprestige Jim Arnouts was niet aan de start verschenen in Gaveren. Bastaans heeft zijn krachten overschat blijkbaar, want daar verschijnt Yuri Adams, die als eerste de steile helling neemt. En hij slaat meteen een serieus gat. Halfweg heeft hij al een halve minuut voorsprong op Brabander Sven Verboven. En op nog grotere afstand volgen de Nederlander Sinkeldam en ook Christophe Schijers. Maar de zege is voor Yuri Adams, een dubbelslag ook voor de Kempenaren, die door de dubbele punten van Gaveren ook de nieuwe leider wordt in de tussenstand. Sven Verboven is tweede, Vincent Bastaans toch nog derde. Ja, en dan is het uiteraard na de juniores en de vrouwen en de nieuwelingen uitkijken naar de beloften. Terwijl we hier naar Van den Berg kijken, die straks aan de slag mag, nu nog erg ontspannen is. Bij die beloften is het uiteraard een tweestrijd tussen Stibar en Albert. U weet het misschien, Stibar was de beste in Ruddervoorde voor Albert. En de volgorde was andersom, net andersom in Sint-Michiels-Gestel. We hebben dus twee renners die de leiding delen daar. En wat hebben ze gedaan? Wel, hier zitten ze vooraan. Albert, Stibar, Meeuwse zien we daar ook. Drucker van Tournaut. Dit is Peters met Van IJzendoorn en Van Poppel. Moeilijk stukken hier al meteen. En Van Tournaut, die blijft er al haperen. Moet te voet verder. Maar al lopend gaat het soms ook wel sneller. En in de eerste ronde, kijk, ook Albert heeft het moeilijk hoor. Zijn Albert en Stibar al meteen weg. Ze hebben nog geen kilometer gereden en de rest is al goed achtergelaten. Sommige renners ondervinden ook dat het parcours erg moeilijk is. Het is niet de eerste en niet de laatste valpartij van de dag. Waar blijven de anderen? Niet te zien. En Stibar die wil ik ook snel kwijtspelen, denkt Niels Albert. Hij trekt een beetje door. En Stibar moet al op de tanden bijten om bij Albert te blijven. Albert moet ook wel geconcentreerd blijven, maar hij heeft Stibar, de wereldkampioen, losgereden. Hoe zwaarder het parcours, hoe makkelijker ik van Stibar kan winnen, zo zegde hij in het begin van het jaar. En dat ziet er zo wel naar uit. Hier op Peters in positie 3, Drucker positie 4. Verderop zien we dan Van Tournaut, Dieter Van Tournaut met Van IJzendoorn. Wie komt daar nog? Tom Meeuwsen, eerstejaarsbelofte bij Fidea. En dan nog, dat is Boy van Poppel, vorig jaar nog juniores wereldkampioen. Verderop nog Leemans en Geluikens, maar zij zullen niet meer in het stuk voorkomen. Ook Matthias Ongenani, die geeft op, staat daarbij zijn vader, provinciaal coach, veldrijden van Oost-Vlaanderen. Zijn zoon stapt uit de koers en Van Tournaut tegen de grond nog eens sleurt Van Poppel mee tegen de grond. De bandenkeuze zo belangrijk hier. Van der Velde, die kan zich nog net niet recht houden. Dit is Thomas Vernaakt en dat moet pijn gedaan hebben. De man uit het team van Luc Assé is van de streek hier, kent de grond door en door en nu nog veel beter. Heeft zich serieus pijn gedaan, maar komt er al bij al nog goed vanaf. Stibar vecht, jaagt op Albert, maar komt geen meter dichter. En kijk, wie hebben we hier terug in ons land? De Zimbabwanen aan hun derde wedstrijd bezig, hun eerste grote koers van het nieuwe seizoen. En Van Tournaut blijft sukkelen, blijft vallen. Gaan we dat straks bij de elite renners ook krijgen? We zijn benieuwd. Deze man die blijft altijd goed terecht, handschoenen weg. Nog één ronde te gaan voor Niels Albert. Hij is er vrij gerust in. Stibar komt geen meter dichter, die volgt op 1 minuut. Rob Peters in derde positie, heel comfortabel in derde positie op 2 minuten. Wat een grote verschillen hier in Gaveren. Palmans zal blij zijn met deze man. Beleeft veel vreugde aan Simunek, veel vreugde aan Niels Albert.
Hij wint hier zijn vierde wedstrijd van het seizoen. Met dus veel voorsprong op Stibar, zo'n minuut ongeveer. Stibar dus tweede, Peters derde van Poppel, vierde van Amerongen, vijfde en Drucker zesde. Albert, uiteraard leider in de superprestige. Hij was al eindwinnaar vorig jaar, eindwinnaar 2 jaar geleden. Weg zijn ze allemaal ook. Van Tornhout nog op die eerste rij. Sven Nijs goed, iedereen eigenlijk goed weg. Wel eens staat nu op de tweede rij. In het spoor van Simunek en Vervekke. En het is Simunek die voorlopig aan de leiding rijdt. Met Ausboer, met Nijs, Vervekke en Kevin Pauwels ook. Radomir Simunek alleszins als snelste man weg. En dan duiken ze hier zometeen het veld in. Zeer moeilijk stuk al om te beginnen. Maar het is daar drummen en iedereen blijft goed recht. Dan haakse bocht. Goed om te verongelukken, maar ze komen er allemaal wel goed door. Dit zijn zo goed als allemaal profrenners of mensen die er toch echt mee bezig zijn. Van 's ochtends tot 's avonds. Simunek, Nijs, Vervekken. Dit is de top 3. Hier eerste zware afdaling al. Afdalen naar de Perenboomgaard. En dan haakse bocht gaan de renners nu naar links maken. En dan een moeilijk stukje, een nieuw stukje in het parcours. Het parcours is overigens veel veranderd tegenover vorig jaar. Ze nemen nu een bocht en... Dit was een lus ingebouwd om te recupereren, maar kijk eens, recupereren al lopend, dat gaat natuurlijk niet. Maar de weersomstandigheden, daar kan je niks aan doen. Mouret die probeert daar nog te rijden, uiterst links bovenaan in beeld. En blijft dan haperen met zijn fiets. Mouret blijft daar links haperen aan een paal en de anderen zijn weg daardoor natuurlijk. We zien dat zo meteen hopelijk opnieuw. Hier iedereen die naar boven loopt. Met Sven Nijs aan de leiding. Die is voorbij. Simunek gegaan. Vervekke positie 3. Klaas van Tornhout. Ook dit is een parcours voor hem. In vierde positie. Wel eens goed naar voren opgeschoven. En dan is het even wennen. Maar we zien er ook nog Ausboer in zijn nieuwe trui. Is vandaag van ploeg veranderd. John Gadreyer, Fransman. Die hier 2 jaar geleden al verbaasde. Toen en daar. Pech voor problemen voor Ausboer. Krijpt terug de fiets op. Arne Daalmans hier ook. Kijk, links zien we daar Mouret. Blijft proberen te blijven trappen, maar bleef dan haperen. En nu zijn fiets vast achter een paal. En zo gaan de anderen lopen. En dat is een moeilijke situatie voor Mouret natuurlijk. Nu moet hij terugkomen en hier iedereen proberen voorbij raken. Pardon, ook dat feit. Dus Mouret is ook die snelle crosser gewoon. Heeft dat nog niet meegemaakt. Dat slijk en gaat ook... Overal zo lang mogelijk proberen te rijden en dat was nu al ene keer fataal geweest. En we zullen zien hoe goed dat zijn lopen gaat zijn vandaag, maar ik betwijfel een beetje vandaag voor Mouret. Heeft ook allicht minder ervaring met die keuze van Tubus, misschien ook een kleinere voorraad dan onze toprenners. Hier gevaarlijk stukje, even opletten toch. De toppers die gaan hier allemaal goed door. Gadret, Van Tournuit, Welles, Jan Verstraten ook goed mee, Dlask. Hier Jan Soeters, de knecht, winnaar van gisteren. Hier Groenendaal. Ja, het is van deze stukken dat het ook gaat afhangen vandaag natuurlijk. Het is niet alleen het bergoploop naar Vrijden dat zwaar is, maar ze moeten ook heel geconcentreerd zijn om hier omlaag te rijden en proberen recht te blijven. En we hebben de vorige beiden al gezien. Het gaat niet lukken voor iedereen vandaag, denk ik, om in de afdaling recht te blijven. Simunek die is al aan het verachteren, want ook Vervekke is de jonge Tsjech voorbij gegaan. En schuiver daarvan Sven Nijs, maar iedereen zal hier wel schuivers maken. Ook Niels Albert zagen we dat daarnet bij de beloften doen. Moeilijk recht te blijven. Hier komt de echte crosser boven. Dit is echt wel een klassieker en we zien hier ook waarom. Alleen grote renners winnen hier. Ja, je ziet ook al, Sven Nijs is redelijk goed gerecupereerd van gisteren. En ik ga zeker niet wachten op zo'n omloop. Hè. Dus het is zwaar. En... Hier komt de kracht echt naar boven en de techniek. En ik denk dat Sven op het moment daar een van de sterksten in is, toch? Hij had daar toch al meteen 5 à 10 seconden voorsprong samen met Vervekke. Op een groepje met Van Tornhout, met Welles, Gadret, Van Tournhout en Simunek. We zien ze daar, het groepje met Klaas Van Tornhout aan de leiding. Moet Van Tornhout nu gaan jagen? Eigenlijk wel. Het is hier toch ieder voor zich dat Vervekken een ploegmaat is. Ach, dat maakt hier allemaal niets uit.
Nee, ik denk dat dat probleem niet mag zijn vandaag. Maar het probleem gaat wel zijn van Sven is hier een touwtrekker. Dat ze wel moeten maken dat ze daar zijn als ze nog iets willen forceren vandaag. Want hij gaat niet wachten. Hè. Heel moeilijk stuk dit. Modder, hard duwen. En dit gaat naar omhoog. Hier sta je bijna stil. En dan begint pas die zware beklimming die we elk jaar doen naar de top. Naar het kasteel Grenier toe. Ja, het is zoals we al zei, het is wat de zwaarste gaver die we de laatste jaren gezien hebben. Ik heb het één keer meegemaakt vroeger dat het ook zo zwaar lag. Ik denk een jaar of 4, 5 geleden ook is. Maar dit is nu toch wel echt uitzonderlijk. En ook zoals gezegd, het parcours is een beetje veranderd. Maar zeker niet minder lastig geworden. Van Tornhout, Welles, Van Toerenhout, hier Verstraten, Gadre, Van Tornhout, De Knecht. Hier is Peter Dlaschk, Soetes. Groenendaal, Komijnen, Simonek die verachtert. Daalmans is nog goed mee hier, Ausboeher. En dan een gat, dat valt. Hier is Moeret pas, hier is Moeret. Ook Van Gils zit hier met Tim van Uffel die loopt. Mutsaars, Chill, De Pool, Penne en de rest van de groep. Dat is ook een beeld aan me. Denk ik elke ronde of één keer gaan zien. Dat wisselen, het is zo slecht. Ik heb renners gezien die gewoon de versnelling rondgetrokken hebben door de bladeren, het gras, het vuil dat erin zit. En ene die vandaag vergeet te wisselen, denk ik in de ronde, die gaan met problemen komen. Voilà, allemaal inderdaad, hè. Iedereen de materiaalpost in. En daar is het ook Drummen. Renners die links afgeven, renners die rechts afgeven. En dat zorgt voor problemen natuurlijk. Jan Soetes is daar de enige renner die niet wisselt. Nee, men heeft misschien net gewisseld aan de andere kant. Want je kunt ook hier zien, het beeld is een dubbel materiaalpost. Ze wisselen links en een keer rechts als ze daar passeren. En ja, hij zal misschien denken, ik heb net gewisseld, het is niet nodig. Maar daar gaat je toch moeten mee opletten, denk ik, vandaag. Dus 2 maal per ronde wisselen? Ik denk dat de meesten dat gaan doen. Het is echt heel slecht gezien. Het blijft wel in de remblok hangen, in de versnellingen. Hier komt de kracht boven en kijk nu eens wat Vervecke doet. Het pakt het heel verstandig aan. Hier loop je veel beter dan je fietst. Vervecke die al op 20 meter lag, heeft nu nog maar 10 meter achterstand op Sven Nys. En Sven Nys die gaat wel wachten op Vervecke. Het is misschien nog iets vroeg om alleen weg te gaan. Ja, dat is het verschil van renners ook zo. Sven is niet de man die graag loopt, Erwin wel. En Erwin zal in dat stuk minder krachten verbruiken met de lopen dan met de fietsen. En Sven net andersom. Die zal misschien dieper moeten gaan als hij daar loopt in plaats van rijden. Dus dat is het verschil van renners zijn. Ja, en Bart Welles die probeert terug te komen alleen. Hij heeft Gadre en Van Toerenhout en de anderen achtergelaten. Hier is hij, Bart Welles. Kleine voorsprong op Gadre en op Sven Van Toerenhout. Ja, ik ben benieuwd of Bart de 2 dagen al echt aan kan. Hij heeft gisteren ook een prachtige cross gereden in Hasselt. En vandaag denk ik toch wel dat hem dat moet aankunnen, ook zo'n zwaar parcours. Maar we zullen nog even moeten afwachten. Deze twee, de leider in de UCI-stand en de wereldkampioen. Aan het einde van de eerste ronde. Een lange eerste ronde, 7 minuten 46 ongeveer. We gaan hier 8, 9 ronden rijden. Ik denk zelfs maar 8. Gadre positie 5, Van Toerenhout 6, Kevin Pauwels in 7e positie. Pauwels die ons echt wel verbaast dit jaar. Hier dan weer het peloton met Groenendaal, met Soetes, met De Knecht, met Van Toerenhout, Verstraten, Komijnen, Moeret die aan het terugkomen is. Die heeft echt wel een goede conditie. Dlaschk, Daalmans, Ausboeher. Even wennen aan zijn nieuwe trui. En hier Van Stanvliet, ex-winnaar. Weet u nog in 2000, toen hij hier bondscoach Erik de Vlaming lik op stuk gaf met Thijs Al, met Mutsaars en Van Gils. Maar dan zitten we toch al aan positie 20 ongeveer. Deze renners hier langs de peren. Nou, ik moet toch zeggen dat Vervecke toch redelijk goed stand houdt. Bij een zeer technische Nys. Maar Erwin pakt het ook iets verstandiger aan. Hij begint ook verstandig. Hij loopt iets rapper gewoon als Sven Nys. Sven Nys blijft graag op de fiets en profiteert van zijn techniek. En Vervecke glunderde voor de start ook toen we hem zagen. Hij was zeer tevreden met dit parcours. Ja, vooral ook hier zie je gewoon het verschil. Hè. Dus
de loper vertrekken. Ja. Voilà. Probleem voor Sven Nys, die inderdaad beter lopen had daar. Ja, hij sprong gewoon een meter of 5-6 te vroeg op en voilà, hij stond stil. Dat zijn kleine foutjes, maar hij gaat dat de volgende ronde waarschijnlijk niet meer doen. Hij gaat 5 meter verder lopen. Hè. Elke renner leert bij hier. Bart Welles die dichter komt bij de twee leiders. En dan Gadret. De klimmer is hier natuurlijk thuis op dit parcours. Maar we zien daar de schaduw van Welles komen. Welles ziet deze twee. Mooi wat hier aan het gebeuren is. In deze feesteditie van Gaveren. Want inderdaad, 25 jaar zijn we hier bezig. De Cross, de organisatie bestaat al 29 jaar, maar het is 25 jaar geleden dat ze samen met Overijse, met Zillebeke en Diegem de superprestige in het leven geroepen hebben. En dat moet gevierd worden natuurlijk, want je mag zeggen wat je wil. Superprestige heeft echt het veldrijden een zwoeng gegeven. Het veldrijden toen iets was op sterven na dood was. De grote tijd van de duels tussen de Vlaming en Van Damme, die waren voorbij. Er kwamen minder toeschouwers naar de Cross. Maar dan zo'n klassement, zo'n klassiekers, hebben opnieuw de belangstelling aangezwengeld. Televisie is daarop gesprongen. En kijk eens hoe de Cross leeft tegenwoordig in Vlaanderen. Overigens, misschien moment om even publiciteit te maken. Vanaf morgen kan u in het Niesbad punten knippen voor een unieke DVD die op de markt gekomen is over 25 jaar veldrijden. Alle hoogtepunten zijn erin te vinden. Ideaal kerstcadeau en nog goedkoop ook. En Soetes opnieuw niet in de materiaalzone. Nee, ik denk dat iedereen langs hier wisselt en Soetes alleen aan de andere kant. Het is misschien geen slechte keuze, voor dat bepaalt iedereen zelf wat hij gaat wisselen. En als zij zegt van ik vind het beter langs daar, maar het is natuurlijk raar dat alle renners daar niet wisselen en hij wel. Maar er zal zijn reden wel hebben. Ja, hier is opnieuw dat punt waar Sven Nys daar juist probeerde te blijven rijden waar Vervecke liep. En nu loopt Sven Nys toch ook. En we krijgen een soort hergroepering hier naar het einde van de tweede ronde. Met wereldkampioen Vervecke die hier een van zijn sterkste crossen van het seizoen aan het rijden is. Ik heb Sven ook al een paar kleine foutjes zien maken die het hem anders normaal niet maakt. Misschien, ik zou het niet kunnen geloven dat hem de verkeerde tube gekozen heeft. Want ik denk dat iedereen hier zo een beetje met grootste profiel rijdt dat er bestaat. Dus ik kan niet goed aannemen dat Sven een ander profiel zou liggen hebben. Dan is het nog een kwestie van druk, maar ja, daar hebben ze ook wel ervaring genoeg mee. Een beetje balans tussen comfortabel rijden en niet lek rijden. Het kan ook te maken hebben, als de conditie 1% minder is, dan ben je ook minder stuurvaardig. Dan maakt het hier en daar een klein foutje meer, maar dat zullen we nog even moeten afwachten, want we kunnen Sven niet voelen. Maar en ik zie intussen, wat u thuis niet ziet, dat Francis Mouret aan het opschuiven is hoor. Dit zijn de vier leiders. Iets verderop komt dan Sven van Tourenhout. En dan hebben we Mouret gezien in positie 6, dus die is een serieuze sprong naar voren aan het maken. Hier de Fransman. Gisteren heeft hij nog een koers in Frankrijk gewonnen. Zijn zesde overwinning van het jaar al. Die is echt wel goed bezig, Francis Mouret. En langzaam maar zeker is hij aan het opschuiven. Ik denk ook dat hij liever rijdt waar hij nu rijdt, zo weinig volk in de weg. Dit is Sven van Tourenhout in positie 5. Achteraan zit dan Mouret. We zien dan ook Lask de bocht nemen met Groenendaal, met Soetes en nog iemand anders van Fidea. Dat is Kevin Pauwels, denk ik. Ah, ik denk ook in het geval van Mouret. Zal ook in zijn achterkop steken hebben. Als ik in Hoogleden een beetje kans wil maken op een podium voor het WK, dan ga ik zeker zo'n crossen af moeten kunnen. We hebben Hoogleden verleden jaar gezien. Het was qua slijk ongeveer hetzelfde als hier. Dus hij gaat toch ook moeten proberen een beetje moeite voor te doen. Klaas van Tornhout zagen we ook nog even in beeld. Iets verachterd. Hij is nogthans heel verstandig met zijn carrière bezig. Bewust ook niet gekoerst gisteren in Hasselt om vandaag goed voor de dag te komen. Zijn verzorger Bart Braquet zegt ons ook nog dat hij specifiek op interval getraind heeft de afgelopen tijd om hier in Gaveren goed te zijn. Hij was goed vertrokken alleszins, maar is nu toch iets wat aan het verachteren. Het kan ook het feit zijn, Klaas is ook nog een jonge renner. En zo'n parcours, like als hier, dat komt echt de anciëniteit een beetje boven, zoals wij zeggen. Want ik had hier ook eigenlijk nog wel een Groenendaal verwacht.
toch een van de oudere generatie, maar toch op sommige koersen heel sterk. Maar voorlopig nog niet bij de top van Wout. Wie mij aangenaam verrast ook buiten beeld is Arne Daalmans. Die een behoorlijke wedstrijd aan het rijden is. De top 4 terug mooi bij elkaar. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost voor Bart Welles en voor John Gadret. Maar ze zijn teruggekomen. Maar tijd om te recupereren krijgen ze geen seconde. Hè. Constant bergop. Dat is afzien, dat is duwen, dat is puffen. En dan weer bergaf. Dat is concentratie en dat is even vermoeiend natuurlijk. Zoals ik net al gezegd heb, maar ik zie het toch ook een hele goede Erwin Verwekker vandaag. Hè. Als je al meer dan een ronde op de kop zit en zelf het tempo bepaalt, dan ben je echt heel goed vandaag. Hè. Bart Welles die daar toch de andere drie iets wat moet laten gaan. Ja, Bart zit denk ik op het moment een beetje een klein probleem. Hij strekt daar even de rug, zeg ik. Misschien kunnen we dat nog eens even terugzien. Maar hij heeft toch een hele inspanning gedaan om dat gat dicht te rijden. Hè. En hier dat moeilijke stuk, dat nieuwe stuk. Erik de Vlaming vertelde ons dat ze ooit in Gavre, nog in de tijd dat de cross... er is nog ooit eens een cross geweest voor de superprestigeperiode. Ja, probleem daar voor Sven Heys die tijd verliest. Dus hier is ooit nog een cross geweest in Gavre, nog voor de superprestigetijd. En Erik de Vlaming reed hierin en zegde toen, wel, toen reden we ook hier het bos in, waar ze nu die moeilijke afdaling deden. Sven maakte dat toch weer dat klein foutje, zoals ik daarnet zei. En is het een beetje concentratieverlies? Of, ja. Het is misschien een iets mindere Sven, kan ook, waarom niet? Het is iets waar veel mensen om smeken natuurlijk. Soms is het natuurlijk niet leuk voor de sport wanneer er een grote dominantie is. Een alleenheerschappij zoals Sven Nys, die eigenlijk wel de afgelopen 2-3 seizoenen geëtaleerd heeft. Maar de beste die wint, wat is er eerlijker? Nu, het parcours van Gavre ligt nooit. Ik zeg, hier winnen alleen grote namen. Dan kan u misschien zeggen, ja kijk, Wim de Vos heeft hier ook eens gewonnen. Maar die was toen ook echt wel super. Won hier toen, verstoeg hier Bramati toen in de spurt, als ik me nog herinner. Van Sandvliet heeft hier ook, ja, zijn jour de gloire gekend. Het zijn toch allemaal mannen die je nu opnoemt, die toch iets betekend hebben ook, hè, in het veldrijden. Het hoeven niet echt alleen altijd de winnaars te zijn die echt goed zijn. Dat zijn dan de tweede rangsrenners, zoals ze zeggen. En waarom die kleuren ook mee het veldrijden natuurlijk. Hè. Ja. En die mogen toch ook eens een graadje meepikken, links of rechts. Van Sandvliet wel aan zijn laatste seizoen bezig. Is ook ja, bijna 38 jaar. Nu is daarmee zeker en vast niet de oudste. René Mertens rijdt hier mee. Die man is 53, alsjeblieft. 53 jaar. Heeft vorige week trouwens nog een cross gewonnen bij de VWF. Maar ik denk dat we René snel gaan oprapen. Kan goed zijn dat René al meer in de cross is. Zou kunnen. Kan ook zijn. En daar Nys die zich weer vastrijdt. Soms doe je beter zoals Gadret doet, vroeger afstappen. Maar dan moet je natuurlijk hier die beklimming beginnen. Al lopend een stukje natuurlijk. En dan zeggen, hier is het iets vlakker, hier kan ik erop springen, maar iets vlakker, het is echt klimmen hier ook. Het is hier niet vlak, het is een vertekend beeld van de camera. Het is echt stijler, dames en heren. Het staat hier echt serieus aan boven. Je ziet het ook aan de stijlen, dat is geen positie om vlak te rijden, hè. Zoals Erwin hier een trekken en een sleuren is. En toch redelijk groot verzet ook. Hè. Ja, en spannende wedstrijd krijgen we hier toch. Ai. Probleem voor Bart Welles. Stukken. Het ziet er zo naar uit. Ja, versnelling. Ja, versnellingsapparaat afgebroken. Nu, de materiaalpost is niet zo heel ver weg. Maar opnieuw pech voor Bart Welles. Het is ook niet de eerste keer dit seizoen. Dit is zeer erg. Maar dit hoort bij het crossen natuurlijk. Dit is net wat Sven Nys overkomen is in Niel. Het is eigenlijk hetzelfde euvel. Derailleur afgebroken. En hoe komt zoiets? Wel, die beklimming daar liggen veel van die losse steentjes. En je trekt die dan met je ketting in je versnellingsapparaat. Dat blokkeert. Je kan maar één ding doen, dan is stoppen met fietsen voor je het allemaal kapot trekt. Maar kijk, heeft hier geluk hoor. Is al bij al was dicht bij de materiaalpost. Maar dat gaat hem krachten kosten. Hè. Hij heeft, zoals ik al zei, net dat gat dichtgereden, nu weer dat gat. En ik had een indruk dat Bart niet echt slecht bezig was, maar toch
een beetje blij was dat hij daar in vierde positie nog aan hong. En nu gaan we even moeten afwachten of dat hij dit gaat erboven komen. En het gat terug zou kunnen dichtrijden. En dat gaan we nu de volgende ronde toch moeten even afwachten. Hè. En ik denk dat Gerben de Knecht aan een inhaalmanoeuvre bezig is. Zou die misschien ook een of ander mechanisch defect gekend hebben? Want hij gaat hier toch ook voorbij. Hij is bij Pauwels gekomen, bij Komijnen. Sterke cross gisteren weer in. Ja. En misschien de tweede dag. Ja. Toch iets voelen, hè. Wel eens al bij al maar 10 meter achterstand op John Gadret. En dat kan hem moed geven. Ja, hij moet gewoon blijven aanklampen nu. Hij heeft die man in het zicht. Hij mag zijn eigen niet laten gaan. En hij moet gewoon even nu doorbijten en dat wiel proberen zo rap mogelijk terug te pakken. Want hij weet ook, als hij zijn eigen hier geeft, dat het gedaan is voor vandaag. Dan gaat hij die mannen nu weer terugzien. Hier de vier leiders. Het beeld bedriegt een beetje. Ze zitten niet echt bij elkaar natuurlijk. Ze gaan naar het einde van de derde ronde. En hoeveel ronden gaan we hier rijden? 7 ronden. Maar 7 loodzware, moordende ronden. En die witte truien, langzaamaan beginnen ze toch wel iets donkerder te worden. Maar het valt al bij al nog mee, vind ik. Het is vooral omdat het zo van dat kleverig slijk is. Hè. Als het echt waterslijk moest zijn, dan hadden we niet veel meer kunnen lezen. Maar het gaat nog een beetje meevallen vandaag. Erwin, die geeft niet af, hè. Nee, Vervecke die gaat even temporiseren. Van Bart, kom terug, man. Ik houd de boel hier een beetje op. Nu zou eigenlijk Gadret of Sven Nys ervan moeten profiteren om Sven Nys Bart wel eens de doodsteek te geven. Maar ze doen dat niet echt. Maar wel eens moeten nog altijd dat gat van 20 meter dichtrijden. Van Toernout heeft gezelschap gekregen van Richard Groenendaal. Nog zo'n ex-winnaar hier in Gaveren. Groenendaal 3 keer de beste geweest hier. Het is ook een van zijn crossen, denk ik, waar dat hem graag rijdt. Zoals ik net zei, heel zwaar parcours, oude generatie, sterke benen. Meer ervaring en toch goed bezig de laatste weken. Hè. Hier Moede en dan Dlask. Opnieuw voor Bart Welles. Opnieuw hetzelfde probleem op dezelfde plaats als in de vorige ronde. Ja, de materiaalpost is niet ver weg, maar dit moet je 2 keer overleven. Man, man, man. Die ketting afgebroken, derailleur afgebroken. Onmogelijk fietsen. Vader Welles die moet daar de haren uit het hoofd trekken van wat is daar nu toch aan de hand. Maar wat is er aan de hand? Steentjes liggen daar op die helling. Die liggen daar al 20 jaar natuurlijk. Ja, en ook dat is daar beneden echt heel vettig ook. Voilà, we gaan die zien, hè. Hier rijdt hij nog, Bart Welles. En hier, iets verderop, zal hij zich vastrijden. Voilà, hier gebeurt het misschien. Of, ja, daar is het. Nee, daar is een derailleur. Hing er daar nog aan? Ik denk hier nog niet. Hij springt daar dan op. En zoals gezegd, er liggen echt heel veel steentjes. Hè. En ze gaan ze gewoon mee in de derailleur ronddraaien. En ze trekken hem rond de perron en hij breekt gewoon af. En ik had ook een beeld gezien dat hem daar de rug even moest trekken. En dat had ik daar straks ook al gezien, dacht ik. En hij zal wel last van zijn rug hebben ook. En nu nog een keer gaan terugkomen. Dat wordt moeilijk. Het vooral. Heel, ja, het zal heel moeilijk zijn. Hij gooide, je zag hem ook echt de handdoek in de ring gooien. Hè. Zo van, dit is nu echt wel te veel van het goede. Het is niet alleen pech vandaag. Hij heeft eigenlijk al meerdere pech gekend dit seizoen. Hier de wanhoop in de ogen van Bart Welles. Hier gebeurt het. Hier voilà. Gebeurt het inderdaad. Ja, ja, want... Verdomme toch, zegt hij. Ja, dramatisch. Hier loopt hij nog. Maar iets verderop ja, zegt hij echt van dit wil ik niet meer. Dit doen we niet meer verder. Op die manier is het leuke van het crossen echt wel weg. Nys en Vervecke, uiteraard kunnen zij uit sympathie voor Bart Welles niet wachten. Maar ja, van pech is hij nog niet echt gespaard geweest dit jaar, Bart Welles. Ook al in Eigelen, zijn allereerste wedstrijd van het seizoen. Toen al reed hij lek. In Neerpelt ging hij tegen de grond. Ja, het materiaal. Het materiaal is zo top, zo nip afgeregeld. Het zou kunnen dat hij misschien even de spaken geraakt heeft ook met die versnelling, maar ik kan dat moeilijk aannemen dat die man hun materiaal niet echt goed afgesteld staat. En het is pech.
Het is dikke pech, ja. Ook in de vorige superprestige manche was hij aan een knalwedstrijd bezig, maar twee keer lek gereden. En uiteindelijk toch nog vierde geëindigd. Terwijl onze twee leiders, intussen Nijs en Vervecke, nog drie ronden moeten gaan. Gadret, die moet op de tanden bijten, is voorlopig naar een derde plaats aan het rijden. En hier de zuchtende, de blazende, de boze Bart Welles. Maar dikwijls uit zijn boosheid kan hij energie putten. Rijdt toch nog altijd in vierde positie, want Rick Evers, de Nederlander achter hem, is een gedubbeltrenner. Dus vierde positie voor Bart Welles, maar het ziet er onmogelijk opgave uit om dit nog op drie ronden tijd goed te maken. Dit is hopeloos voor Bart Welles. Vierde positie, ruim vierde positie, want ja, wat een verschillen hier. Ja, we hadden toch een Bart, ik denk ook, kwam er al vandaag. Een serieuze, hij heeft veel punten bijgekregen heeft, omdat hij ja, toch hier bij de drie beste van de cross zat. En gisteren ook een goede cross gereden en misschien het eerste weekend dat hij twee dagen goed naar elkaar afkomt. En dan krijgt hij dat voor natuurlijk. En ik had het toch nog moeten zien of dat Bart nog echt een patat ging krijgen vandaag. Ja. Was als een hersenschudding te boven gekomen, weet je nog, vorige week Pijnakker, we noemen daar al zijn lekke banden op, maar vorige week loopt hij daar een lichte hersenschudding op in Pijnakker. Nu, het hoort bij de cross, vallen en recht krabbelen, maar ja, te veel is te veel natuurlijk. Vervecke moet het nu maar proberen afwerken, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want je mag dan nog zeggen dat Nijs misschien niet zijn beste dag van het jaar kent, daarom ben je nog niet van hem vanaf. Hè. Nee, en de beste dag, we zitten hier met een echt goede Erwin Vervecke. Dat moeten we toch ook even onderstrepen hè, vandaag. Zoals gezegd, glunderde dat hij het parcours zag. En als je een renner ziet glunderen, ja, dan kun je sowieso al meer. Hè. Dan heb je meer moraal, je hebt alles meer. De tijd dat hij belofte was nog. Mouret, Chanel, Gadret geklopt in de Challenge Nationaal, dus hij kan het wel. Het enige is natuurlijk om op topniveau te kunnen wedijveren. Ja, hij is mountainbiker, zijn piek ligt in de zomer. Dat is, het feit dat hij begonnen is al een goed teken. Ja, maar dat gaat, zoals je net zegt, om met de beste gaan mee te doen in Hofstaden, ik denk niet dat dat voor dit jaar gaat zijn. Hè. Dat gaat hem echt wel een beetje moeten omscholen, ook, denk ik. Ja, je ziet dat ook aan Gadret en Mouret, dat die ook enkele jaren nodig hebben om toch echt met de top mee te kunnen. Nou, alleen al door het feit dat het niveau zo hoog ligt. Hè. Dus het is ook een specialiteit geworden, zoals mountainbiken een specialiteit is. Ik denk ook niet dat de echte crossers direct aan de top gaan staan. Kijk eens, dat gat dat toch maar groter aan het worden is. Is Erwin Vervecke aan het kraken hier? Vindt hij de moed om hier zich terug naar boven te hijsen met zijn lange lijf? Nou, ik geef toch niet af. Hij weet ook dat het binnen handbereik ligt. Hè. Als Sven één slipper kan maken, dus het gaat direct dicht. Zegt. En dus hij moet gewoon blijven aanklampen. En het is zwaar. Het is ongelooflijk zwaar. Het is moordend in de zicht. Klimmen naar boven, maar eens boven, dan kom je nog in die kletsnatte wei waar het duwen is om recht te blijven. Hier langs de materiaalzone. Probeer er maar eens door te rijden. Nijs kan dat. Al die crossers kunnen dat, maar het is lastig. Heeft nu een volledige materiaalpost voorsprong en dat wordt toch iets wat moeilijker. Ik denk dat we in een beslissende fase van de wedstrijd zijn. Dus daar heeft dus, zoals we gezegd hadden, Sven echt van geprofiteerd van die 10 meter. En Sven, zoals hem dan toch het ganse seizoen al heel sterk is, direct even een halve ronde alles op alles gezet en ja, de volledige materiaalpost is toch wel veel. Hè. Maar niks verloren voor Erwin. Hè. Eén slipperke, zoals ik zeg, en het gat kan dicht zijn. Hè. En we weten ook dat Erwin een sterke finale kan rijden. Hè. Daarvoor staat hij bekend. Dit zijn twee gedubbelden. En dan is het uitkijken naar Bart Welles. Nog altijd in vierde positie. Hier de leider in de wedstrijd, Sven Nijs, is boven, helemaal nu. Hier Vervecke in het stuk waar hij loopt, ja, is misschien iets dichter, maar het is moeilijk om te zeggen, omdat ja, dit is een stuk dat minder snel vooruit gaat. Met zijn lange benen kan hij dat in theorie wel, maar Erwin Vervecke is ook maar een mens en een mens wordt moe. Ja, en de koers zal toch stilletjes in zijn beslissingen vallen zijn. Ze van... Ja. Nog eens aanzetten, maar ja. Ja, het vuur is er een beetje uit bij ja. Erwin Vervecke.
heeft ook heel veel gegeven in het eerste half uur. Hè. Heeft praktisch altijd de kop genomen. Het tempo bepaald en zoals je er straks zei, wat gaat er in Sven zijn kop rond? Is hem op volle toeren aan het rijden, reed hij misschien op 98% van zijn mogelijkheden daar in het wiel van Erwin. We zullen het straks weten. Ja, hij gaat nu zijn laatste ronde in en ik heb even gekilometreerd. 16 seconden heeft hij op dit ogenblik op Erwin Vervecke. En Gadret die volgt nog verderop. Het zonnetje komt erdoor hier in Gaveren. En Nijs ziet daar, als hij naar rechts kijkt, dan ziet hij waar zijn concurrenten rijden. Kijk nu even achterom, want Vervecke heeft daar inderdaad die bocht al genomen. Kan dus perfect die voorsprong inschatten. Voorsprong van 16, 17 seconden. We gaan het meteen exact zien. De chrono rechts onderaan in beeld loopt mee. Maar dit lijkt me het beeld van iemand die zich gewonnen heeft. Gaat hier nog maar eens tweede worden in Gaveren. En Gadret die ziet Vervecke rijden. Die kan daar misschien moed uitputten om hier Vervecke te pakken en zelf die tweede plaats binnen te rijden. Ja, maar ik heb ook gezien dat het gat tussen Gadret en Vervecke ongeveer zo groot is als het gat tussen Nijs en Vervecke. Dus het zal ook moeilijk worden voor Gadret, maar in cross kan alles. Eén slippertje, één fout maken en nu is het kwestie van Sven om niet te veel risico's meer te nemen en proberen ook het materiaal heel te houden. Kijk eens, daar waar iedereen loopt, fietsen hier nu heel vlot doorheen. Hier in dit moeilijke stuk, eens kijken hoe Vervecke dat gaat doen. Hier komt hij. Begint er alleszins ook zeer goed aan. Echt wegschuiven en dan recht blijven. En goed hoor, goed werk van dit zijn echt artiesten. Meesterwerk op twee wielen. Ja, dat is een keten. Dat is echt doorlopen. Hè. Dat is op euforie leven, terwijl in de achtergrond brokken vallen. Materiaalpech voor Klaas van Tornhout. Lekke band nog maar eens voor Bart Welles, wordt nu ook gemeld. Jongens, 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 dit is dramatisch voor Bart Welles. En deze man wordt gespaard van materiaalpech. Nu toch, in Niel was hij de man die in de brokken deelde. Ja, we moeten toch nog altijd rekening houden dat we die laatste keer dat bergop moeten, waar dat Sven, waar dat Bart al twee keer de derreur afgehaald heeft. Dus het kan nog altijd, maar we mogen er niet op hopen. Hè. Pech voor Erwin Vervecke. Ons oog is nog behoorlijk goed en zien we daar ook iets bengelen achteraan. Ik vrees ervoor. En dan moet Vervecke zich haasten om zijn tweede plaats nog veilig te stellen. Pech voor Fidea. Wel eens twee keer dit probleem gekend. Vervecke één keer dit probleem. Wel eens dan ook nog eens lek. We kunnen het zien, hij hangt dus echt in een spaak. Hè. Dus hij heeft hem, het achterwiel heeft hem gewoon opgerapen. De derrière door het vuil dat erin zit. Hè. En waar zit John Gadret nu? Hoe groot is het verschil tussen Vervecke en Gadret? Maar Vervecke die komt ook wel bijna boven, dicht bij de materiaalpost. Maar het heeft krachten gekost. Hier is Gadret, die ziet wat er gebeurt. En ja, medelijden hoeft hij niet te hebben. Het hoort bij de cross allemaal hoor. Hier is Vervecke bij de materiaalpost. Hij kan hier nog zijn tweede positie veiligstellen. Moet zich wel haasten. En die dubbele punten, het telt ook wel mee. Hè? Nijs was er niet gelukkig mee. Kijk, daar is Gadret. Links Gadret, rechts Vervecke. Strijd om de tweede plaats. En die Gadret die vliegt natuurlijk, die heeft vleugels. Zit wel met een vuile fiets. En wanneer er moet gespurt worden, kan dat het verschil wel maken. En Vervecke kan wel spurten, maar heeft hij nog adem? Heeft hij nog energie? Deze man heeft dat alleszins in overvloed. Is aan zijn laatste meters in het veld bezig. Moet dan nog even tussen de beuken doorrijden hier richting aankomst. Maar dat is een formaliteit. Een ereronde wordt dat. Gadret rijdt daar bijna naar Vervecke toe, maar zal het lastig krijgen. Vervecke kijkt om en ziet Gadret komen. Ja, Gadret heeft ook het risico genomen om niet te wisselen, om op de fiets te blijven en direct even willen doortrekken in die materiaalzone om aansluiting te krijgen bij Erwin. Maar het was nog net een meter of 5 of 10 en hij gaat toch problemen hebben om ze toe te krijgen. Zeg. Ja, ja. Vervecke die put daar natuurlijk ook wel kracht uit. Je mag dan nog doodzitten. Nee, manneke, jij komt niet terug. Hè. Jij komt niet terug. Kijk hoe met zijn lange benen hoe hij gewoon wegloopt van die kleine Fransman. En die loopt ook niet zo slecht. Dus, maar het is aankomst en Erwin weet ook. Dan kun je nog net iets meer als het finale is. Hè.
Maar hier is de heerser van Gavre. Voor de vierde keer in zijn carrière wint hij hier. Heeft er een tijd over moeten doen om hier te winnen. Zoals Overijse, ook zo'n zware cross. Maar eens dat lukt, is de band gebroken. Sven Nys wint hier voor de vierde keer in Gavre. Hij, de leider in de UCI-stand, pakt ook zijn 11e overwinning van het seizoen. Wat een slag heeft hij geleverd. Philips de Goede heeft hier ooit eens de Gentenaars geklopt. Verslagen ook zo'n 500 jaar geleden. Nys maakt hier korte metten. Met een andere, het is geen echte Bourgondier, toch ook een soort Fransman. En met Vervecke, iedereen knock-out geslagen. Maar de grootste knock-out die we hier ooit gezien hebben, weet jij nog, Mark? Bart Welles, 2003. Indrukwekkend. Topjaar. Dat was nog wat anders natuurlijk. Iedereen vernederen. Iedereen op 3 minuten rijden. Knap werk hier. Tweede plaats voor Erwin Vervecke. Terechte uitslag. De beste heeft gewonnen. De op 1A beste is tweede. En Gadret, heel mooi, derde. Correcte top 3. Maar daar zal deze Bart Welles allicht anders over denken. Wat een pech heeft hij gehad. En dan toch nog vierde plaats. Dat gaan we nooit niet weten vandaag, maar volgens mij was het een boel. Zelfs heel goed, denk ik. Ja, en daar is het nu zeer eenzaam rijden voor hem. Het is... Je moet het ook zo stellen, hij is ook vierde gebleven, ondanks al die pech. En hij zat eigenlijk bij de top 4 in het begin van de koers. Dus we zullen het niet weten na de commentaar. Geert Heermans zal ongetwijfeld tot de top 3, maar ook wel Bart Welles tegenhouden, want die reactie willen we zeker horen. Vierde plaats. Ja. Alsjeblieft, dames en heren, zegt hij. Ik had het liever anders gezien. Maar oogst hier wel heel veel sympathie mee. Geen overwinning. Maar laat ons wel wezen, heeft wel zo'n overwinning in Niel gepakt door de pech van Sven Nys. Je wenst niemand dat toe. Ondertussen komt daar Mouret ook om de bocht. Maar Van Tournaut zit nog voor hem. Dus een vijfde plaats voor Van Tournaut. Hier is hij. En zesde plaats voor Francis Mouret, de Fransman. Die toch niet ontgoocheld heeft, maar toch even met de realiteit kennis gemaakt heeft. Ja, er bestaan ook zware omlopen. En in hoogleden op het WK kan het wel eens van dat zijn. Zevende plaats voor Richard Groenendaal. Drievoudig winnaar hier. Dit is zijn parcours, maar ook hij heeft pech gekend. We hebben dat gezien. Hier achtste plaats voor de winnaar van gisteren, Gerben de Knecht, de kampioen van Nederland. Goede cross gereden zonder meer. Top 10, prachtig. Ja, hier de derde Fideaman is de kampioen van Tsjechië, Peter Dlašk. En wie maakt dan de top 10 volledig? Dlašk is blij dat hij binnen is. Ik denk dat iedereen gaat blij zijn als ze maar aan de aankomst gaan geraken. Want ik denk, zoals je net zegt, Mouret heeft kennis gemaakt met toch wel, denk ik, de zwaarste omloop van dit seizoen, denk ik, zoals we hem nu gezien hebben. Hè. Dat zijn de uitzonderingen dan. Hè. Ja, ik weet natuurlijk niet hoe het parcours in Parijs gisteren bij lag, waar hij gereden heeft. Maar dan nog. Dit is moorden natuurlijk. Hè. Davy Komijnen maakt de top 10 volledig. Goeie cross gereden, Davy Komijnen ook. Een redelijk seizoen ook bezig terug. Ja, veel pech gekend. Hè. Hier Klaas van Tornhout. Ook stukken gehad vandaag. En toch 11e plaats. Maar verliest wel punten in de stand om de superprestige. Stond daar behoorlijk goed. Kevin Pauwels, 12e plaats. Jong talent. Eerstejaars bij de grote jongens en zo goed bezig. En daar Maxime Lefebvre, de derde Fransman hier vandaag. Gaat hier punten pakken voor de superprestige opnieuw. Lefebvre nog ver weg van zijn vorm van 2 jaar geleden. Maar geef hem nog even. Het seizoen is nog lang. Wieland van Gils, 14e als ik het allemaal goed bijgehouden heb. En dan valt nog in de punten Thijs Al, de Nederlander. 15e normaal, 1 punt, maar vandaag zijn er dus 2 en 0 punten voor Jan Soetes. Moet ik daarvoor zo lang op mijn fiets gezeten hebben. Maar Soetes heeft hier natuurlijk ook startgeld opgeraapt. Ondertussen komt hier mooi volk richting finish gestapt. En Geert Heermans staat bij Bart Welles, denk ik. Bart Welles, wat een pech weer.
Ja, het zit precies niet mee. Ik weet dat de conditie goed is, dus ja, ik heb gewoon het beste van mezelf gegeven. Het enige moet gelukken. Ik voelde me eigenlijk heel sterk, maar ja, daar zei er niks mee als je twee keer versnelling in het wiel rijdt. Een keer lek. Dan had ik geen fietsen meer. Ik heb op een fiets van Tom Meers gereden, ik heb op een fiets van Stibar gereden, ik heb op een fiets van Kevin Powers gereden. Dus mijn rug is helemaal omzeep nu. Dus, ja. Maar dat is koers en we hebben ons best gedaan vandaag. Dus. Twee keer op dezelfde plek, hetzelfde probleem? Ja, dat is ook het kritieke punt van heel de Tour. Dus dit is een grindweg omhoog en al die keitjes komen los. En ja, het is allemaal zo secuur als materiaal. Mis dat er een steentje tussen komt, kan het fataal zijn. En ja, ik maak nu mee. Was Van Nijs en Igori meegemaakt dit vorig jaar. Dus jammer, maar het is nu helemaal zo. En hij is de winnaar van vandaag. Alvast proficiat, Sven, met die derde opeenvolgende superprestige zege dit seizoen. Het was de moeilijkste? Het was zeker de moeilijkste. Het was ook de lastigste. Ik denk dat het lang geleden is dat we nog zo'n zware cross hebben gehad. En modder en lastig bergop. En gevaarlijk om materiaalpech te hebben. Ik heb een aantal keer echt gevoeld van, dat de derailleur mee naar boven kwam. Dat ik even de benen moest stilhouden om het slijk een beetje te laten eraf vallen. Want het was iedere keer kantje boord, zelfs na een halve ronde al. Je maakt ook zelf een paar kleine slippertjes, maar het bleef beperkt, hè? Het bleef beperkt, maar ik denk dat iedereen hier stuurfouten gemaakt heeft. Op een gegeven moment zijn de sporen zo diep dat die fiets gewoon zijn eigen weg kiest. En te veel tegenwringen, dan lig je tegen de grond. Dus je moet even die fiets zijn gang laten gaan en dan bijsturen als het kan. En ik denk dat het de perfecte koers is hier onmogelijk. Je maakt het verschil in de voorlaatste ronde. Ja, ik had het gevoel als ik bij Erwin in het wiel zat, dat ik op de beklimming een klein beetje over had. Ik kon gewoon al zittend redelijk goed het tempo volgen. En dan heb ik één keer echt redelijk hard goed door naar boven gereden. En toen merkte ik dat Erwin moest passen. En als je dan nog een ronde je tempo van ervoor kunt houden, dan kun je hier winnen. Maar je bent nooit zeker voordat je de finish ziet liggen. Want het was echt link om materiaalpech te hebben. Die dubbele punten, Sven, daar had jij toch een hekel aan? Ik heb daar nog een hekel aan. Je ziet nu Bart, die rijdt twee keer zijn versnelling in het wiel. Ik weet niet, ik denk dat een vierde is, dat zou weer misschien vier punten verliezen. Nu verliest hij er acht. Waar gaat hij die nog goed maken? Dus het klassement is sowieso dan al heel moeilijk als je ook de voorbijgaande wedstrijden al niet gewonnen hebt. Maar toch, jij hebt er vandaag goed kunnen van profiteren. Dat is waar, maar dat wil niks zeggen. Het is nu niet omdat ik ervan profiteer dat ik er nu voorstander van ben. Het is en blijft voor mij een eenmalig ding. Ik hoop dat ze dat snel mogelijk afschaffen. Ik heb ooit zo de wereldbeker verloren en het is geen goede zaak. Erwin, die voorlaatste ronde. Toen ging Sven Nijs weg en jij kon niet meer volgen? Ja, ik heb van in het begin van de koers geprobeerd omdat ik me goed voelde. In de loopstroken, veel loopstroken, altijd ja, tempo heel strak houden. En ik zag ook een ronde of drie van het einde, zag ik dat ik af en toe 10, 20 meter voorsprong had. Ik wist ook niet, had hij dan foutjes gemaakt, dat wist ik niet. Maar ik dacht ook van, ik ga gewoon proberen dat tempo heel strak te houden. Maar met dat lopen, hij kon bepaalde stukken rijden waar ik moest lopen. Lopen ging wel sneller, was veel vermoeider. En ja, de voorlaatste ronde ben ik gewoon door mijn benen gezakt eigenlijk. Zeker bergop. Dan die laatste ronde nog verloor je bijna je tweede plek. Ja, ik had misschien geluk dat Jean Gaudrey zich al neergelegd had bij zijn derde plaats en misschien niet volle bak had gereden. En ja, ik heb gewoon niet echt erom gezien. Ik zat volledig kapot en het was echt ja, strompelen dat ik nog deed. Maar gelukkig nog een tweede plaats kunnen houden. Strompelen zeg je, hoe lastig was het? Kan je het beschrijven? Goh, ik had vandaag een vrij goede dag. Dus ja, dat compenseert al veel, maar het was wel heel zwaar. Ik denk dat het toch de vergelijking kan doorstaan met een heel zware Koppenberg met Igor vorig jaar. Ik denk toch voor Gaveren zelf dat dit eerst een van de zwaarste edities was. Oké, Erwin, bedankt alvast. We gaan nog even over naar de nummer 3. John Gaudrey, félicitations avec ta troisième place. Une belle course. Oui, une belle course, je pense. J'ai fait ce qu'il fallait. C'était vraiment une heure à fond. C'est un cyclocross, comme j'étais en train de dire, où on ne peut pas trop récupérer entre se concentrer sur les trajectoires et puis après la partie physique, c'est vrai qu'il est difficile. Et le parcours? C'est un très beau circuit. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup comme ça. Donc c'est pour ça que je profite des circuits comme ça pour essayer de faire des résultats. Et le numéro 1 et 2, Sven et Erwin, sont été les meilleurs? Oui, c'est vrai qu'ils ont été les meilleurs. Dès le départ, ils ont été devant. Et moi, j'ai recollé une fois, mais je pense que je l'ai payé cher. Donc voilà. Dus Nijs, Verwekke, Gaudrey, de top 3. Dan vierde plaats voor Bart Welles, de grote pechvogel van vandaag. Vijfde, Sven van Tournout. Moeg, hè? Zesde. Knappe prestatie alleszins voor de Fransman.
die hier voor het eerst geconfronteerd werd met dit moorddadig parcours. Groenendaal 7e, De Knecht 8e, Dlask 9e en Davy Komijnen was 10e. Op een 11e plaats en ook nog in de punten gevallen Klaas van Tornhout. Pauwels was 12e, Lefevre 13e, Van Gils 14e en Thijs al 15e. En dan zagen we dat Soetes net buiten de punten viel. Andere ereplaatsen zijn voor Daalmans, Ausboer, Mutsaars, Verstraten. En dan zag ik ook nog Nijland, Van den Berg, De Kort en Penne binnenkomen. Hoe ziet de stand er dan uit voor de superprestige? Wel, Sven Nys was leider en hij blijft uiteraard leider. Hij verdubbelt gewoonweg zijn voorsprong. Hij had 30 punten, 15 punten voor een winnende manche. Maar vandaag 30 punten voor een winnende manche. Dus 30 plus 30 is 60. En op die manier heeft hij 10 punten voorsprong op Erwin Vervecke. Goeie zaak gedaan. Nys, die dus niet zo blij was met deze evolutie van die dubbele puntentelling. Maar ach, gun Etienne Gevaert en zijn organiserende Nova-vrienden dat toch. 10 punten voor op Vervecke dus. En 11 punten op Bart Welles, die vandaag misschien wel de slechtste zaak gedaan heeft. Maar veel sympathie geoogst heeft. En de komende crossen zal hij alleszins fel aangemoedigd worden. Wees maar zeker.